Vandaag de door een Elite, de derde medaille voor het Nederlands kampioenschap. Veel publiek, sterk deelnemersveld, maar ook surfroerdom. Regen, modder, sneeuw, hagel. Sterk deelnemersveld, waaronder de winnaar van de Tulpen Rally, John Bos, met de Belgische navigator Lambert Peters. Ook hier sterk rijdend. Ruud Oosterbaan, de oude navigator van Paul Maarschijn. Een heel sterke zweet op het land van Peppersen en winnaar van Köln Haarweiler. Met nummer 1, vaststartnummer, Jan van der Marel met Anja Belzer, winnaar al van de Amsterdam Rally. Tulpen Rally uitgevallen. Met nummer 3, Henk Vossen. Spectaculair als altijd. Met nummer 2, uit Zweden, Lars-Erik Torp. En met nummer 12, Mats Karlsson. De nummer 2 van de 14 dagen geleden gehouden Tulpenrally. Om 8 uur vanmorgen boven Hellendoorn. Start van de eerste proef met onmiddellijk het visitekaartje van Gunnar Pettersen met zijn Audi. Snelste tijd en spectaculair rijden. Ook het aanzien waard op deze proef Jurgen Hansen met Ruud Oosterbaan. Wim Luibrechts, leider op dit moment in het Nederlands kampioenschap. En uit Zweden, Bo Sandy. Vechtend met de modder. Proef nummer 3, Jan van der Marel. En Lars-Erik Torp, tot vermaak van het duizendkoppige publiek. Hij viel uit trouwens op proef 21. Pettersen op het zand. Veel vermogen. Henk Vossen, motor opgeblazen op proef 20. Hier nog goed rijden. En dan naar de landelijke rust van Rijssen. Mats Karlsson. Veel belangstelling voor deze Hellendoorn rally. Trouwens, erg veel belangstelling voor het rallyrijden algemeen in Nederland. Bij de bocht en bijna in de sloot. Jurgen Hansen, vrijwel het laatste optreden, hij moest er op proef 20 af. En dan Axel, hier Renger Gulliker met Bob Dickhout, die later een ongeluk zouden krijgen. En Bob Dickhout brak zijn hak. Johnny Hoes, opklimmend door de vele uitvallers, goed rijdend naar een vijfde plaats. En ook weer Gunnar Pettersen, spectaculair. En hoe is het met John Bos? Dit is heel echt vandaag, geloof ik, hè? Ja, het gaat perfect. Vanmorgen waren we iets langzaam. Nou, dat ging prima weer. Vanmorgen te langzaam met die gladheid? Ja, met die gladheid, ja. Ik ben één keer gespint vanmorgen. Maar een beetje achterstand. Maar het gaat nu prima. Hij leidde tot op dat moment, maar zijn versnellingsbak ging eraan op proef 16. De Noor Show bij Markelo. Bo Sandin, hij werd in het totaalklassement derde. En dan Jan van der Marel met Anja Bels. Amsterdam Rally gewonnen en nu ook de Hellendoorn Rally gewonnen. Hier bij Axel en hier bij Rijssen. Jan van der Marel, gesponsorde privérijder, winnaar van de Hellendoorn Rally. Met op de tweede plaats de Zweedse.
Pettersen. Op de derde plaats de Zweed Bo Sandin. Vierde Mats Karlsson.